geneesmiddel van de week is nifedipine. Waarom nifedipine? Nifedipine is een oraal antihypertensivum dat onder andere wordt gebruikt in geval van een hypertensieve urgentie. Er zijn echter verschillende orale formuleringen op de markt die niet verward moeten worden. Nifedipine is een calciumkanaalblokker. Meestal spreken we van calciumantagonist. Het behoort tot de zogenaamde dihydropyridine calciumantagonisten, net als bijvoorbeeld amlodipine. Deze middelen leiden tot relaxatie van gladde spiercellen van onder andere het arteriële vaatbed en daardoor verlaging van de perifere weerstand en dus de bloeddruk. Voor meer uitleg over het werkingsmechanisme verwijs ik naar het filmpje over amlodipine. De belangrijkste indicatie voor nifedipine is dus hypertensie. Nifedipine retard 20 mg is een van de opties in geval van een hypertensieve urgentie. Hierbij is sprake van een torenhoge bloeddruk, waarbij nog geen sprake is van orgaanschade, maar de bloeddruk wel binnen enkele uren omlaag gebracht moet worden. Hier is het overigens niet officieel voor geregistreerd. Naast hypertensie is nifedipine geregistreerd voor aandoeningen waar vooral gebruik wordt gemaakt van het vaatverwijdende effect, dus waarbij het niet om de bloeddrukverlaging gaat. De belangrijkste voorbeelden zijn het syndroom van Raynaud, zoals op de foto, of Prinsmetal angina pectoris, dus angina pectoris veroorzaakt door vaatspasmen. Nifedipine wordt ook gebruikt als weeënremmer bij een dreigende vroeggeboorte. De samentrekkingen van de gladde spiercellen van de uterus worden namelijk ook geremd door nifedipine. Hiervoor is het ook niet officieel geregistreerd. Als je in het farmacotherapeutisch kompas kijkt, zie je verschillende orale formuleringen. Er bestaat een capsule, waarbij geen sprake is van gereguleerde afgifte, een tabletvorm retard en twee soorten tabletten met gereguleerde afgifte, oros en retard. Oros staat voor oraal osmotisch afgiftesysteem en betekent dat het geneesmiddel heel geleidelijk wordt afgegeven. Dus ieder uur komt de gelijke hoeveelheid geneesmiddel vrij, gelijkend op een continue infusie. De tablet met gereguleerde afgifte retard en met gereguleerde afgifte oros werken beide via dit mechanisme. In geval van een hypertensieve urgentie, als de bloeddruk dus snel omlaag gebracht moet worden, zijn deze middelen dus minder geschikt. De gewone retardvorm heeft weliswaar een lange halfwaardetijd, maar de piekspiegel wordt binnen 1,5 tot 4 uur bereikt als circa 70% van het middel is opgenomen. Dit is dus wel geschikt wanneer een snelle werking gewenst is. Je zou zeggen dat juist de capsule het meest geschikt is als een snelle bloeddrukdaling gewenst is. Dit bleek echter juist vaak een te snelle bloeddrukdaling te kunnen veroorzaken, wat leidde tot complicaties. De bloeddruk bleek ook zeer onvoorspelbaar. De capsule werd aanvankelijk doorgebroken in de mond en de gedachte was dat het via de oromucosale slijmvliezen werd opgenomen. Dit bleek echter bij nader inzien helemaal niet het geval. In deze studie, die werd gepubliceerd in The Lancet, werd de capsule ofwel doorgebroken en 20 minuten in de mond gehouden, de open rondjes, ofwel doorgeslikt, de gevulde rondjes. Op de eias staan de nifedipine concentraties op verschillende tijdstippen na inname. Je ziet dat er nauwelijks nifedipine in het bloed aantoonbaar was na alleen maar in de mond houden, terwijl de concentratie na doorslikken juist zeer snel stijgt. Deze snelle stijging kan dus leiden tot een zeer snelle bloeddrukdaling. Door de bloeddrukdaling zelf of door de reflextachycardie die door een zeer snelle bloeddrukdaling kan ontstaan, kunnen complicaties als een beroerte of verergering van myocardischemie ontstaan. Inmiddels staat nifedipine retard 20 mg als voorkeursmiddel in geval van hypertensieve urgentie in de richtlijn hypertensieve crisis, waarbij de bloeddruk snel maar geleidelijk daalt, waardoor hypotensieve complicaties zelden of nooit gezien worden. De capsules worden in de praktijk eigenlijk niet vaak gebruikt. Tot slot iets over interacties. Nifedipine wordt gemetaboliseerd via het cytochroom P450 enzym CYP3A4. Dit betekent dat de nifedipineconcentratie kan toenemen als er CYP3A4-remmers worden toegevoegd en dalen als er een inductor wordt gestart. Kijk nog maar eens naar de filmpjes van CYP3A4-remmer ritonavir en inductor carbamazepine, waar dit nog uitgebreider wordt uitgelegd. Nifedipine wordt gedoseerd op basis van effect. Het is dus vooral belangrijk de bloeddruk goed te monitoren na toevoegen van een CYP3A4-remmer of inductor. Bij toevoegen van een heel sterke CYP3A4-remmer, zoals bijvoorbeeld itraconazool, zou je ook de dosering nifedipine al wat kunnen verlagen, zeker als er een hoge dosering wordt gebruikt. Samenvattend is nifedipine een calciumantagonist die de bloeddruk verlaagt door verlagen van de perifere weerstand door vaatverwijding.
zijn er verschillende vormen op de markt, waarbij de vormen met gereguleerde afgifte zeer geschikt zijn voor chronisch gebruik. En de retardvorm in geval van hypertensieve urgentie wordt nifedipine gemetaboliseerd via CYP3A4 en moet je dus opletten bij toevoegen van sterke remmers en inductoren van CYP3A4.